mijn Hollandse cirkel, die zat in een doosje. Het is ontzettend fijn dat jullie hier al met zoveel mensen zijn. En in dat kader zou ik heel graag iedereen heel hartelijk welkom willen heten. En heel hartelijk welkom aan Stichting Hendrik Verhees. Want 18 maanden geleden is de kunststichting samen met Hendrik Verhees op weg gegaan om samen een kunstwerk te gaan ontwikkelen. Maar jongens en meisjes, ik wil eens eventjes vragen aan jullie. Die Hendrik Verhees die gisteren op school was, die heb ik nou weer gezien, hè? Weten jullie waar die nou is of niet? Oh, oh. 23 april, inderdaad, 1813, die ik de laatste adem. En dan lig ik hier bij de Petruskerk in mijn graf. En bij tijd en wijle, dan schuif ik de deksel opzij. En dan kom ik uit het graf omhoog. En deze keer, toen had ik het idee, zo van, verdorie nog en toe. Ik heb mijn oud-Hollandse cirkel heb ik in mijn huis laten liggen. En ik zou hem graag willen hebben, want dan kan ik dus in het hiernamaals ook nog eens wat opmeten en zo. Hè. Dus ik ben op zoek gegaan, mijn huis weg, cirkel weg. En gelukkig, deze kinderen hier, die zijn met mij mee om te zoeken waar die cirkel is. En zij hebben mij verteld, ze weten waar die is. En als ik hem dadelijk heb, neem ik hem mee en dan ga ik weer terug in mijn graf, kistje dicht en dan hebben jullie weer geen last van mij. En nou gaat Mats of Lisanne aan die kant. En Mats aan deze kant. En misschien dat wethouder Tossie de Man ook daar wil staan. De kunstenaar aan deze kant, bij Mats. En misschien wil Ton Jonkers er ook bij komen staan. Want het moet er wel vanaf. En Hendrik, zullen wij dan proberen om samen aan de voorkant te gaan staan? Dan kan jij zien of dat het een beetje klopt. Wat denk je? Nou wil ik vragen aan Martin. Martin, jij bent heel groot en alle kinderen die moeten wel gaan helpen met het tellen. We zullen tot 3 gaan tellen. Daar gaat hij. Zal ik u gaan laten tellen? Oké. Hij moet er boven van af. Daar gaat hij, jongens. 1, 2, 3. Ja. Ja, goed zo. Super. Ja, even in de microfoon, dan kan iedereen. Ja, dit is mijn Hollandse cirkel, maar hij is wel een beetje groter geworden. Of ligt dat aan mij? En normaal kon je ook dit draaien zo. Maar het vizier is gericht dus nu op mijn protestantse kerk.